was de Duitse tijd die kwam, het begin van de Duitse tijd, toen Engels vader, die pakte ze op en die moest hier naar de Ginnekeweg toe. En de Ginnekeweg was een villa en daar werd hij ingezet, dan moest hij alle radio's van de mensen, moesten alle radio's in gaan leveren en die werden op de Ginnekeweg ingeleverd. En toen was het een paar weken later, toen zei hij Rien en Toon, Toon van Hagen, om mijn Toon, Rien, als jullie eens langskomen, dan moet je door een paardje gaan en moet je die oude kinderwagen meebrengen die jullie hebben. En dan laaien wij een paar radio's weer over. Toen zijn wij met de kinderwagen over de Ginnekeweg gereden, dat paardje ingegaan en die Duitsers die waren daar koffie aan het drinken ofzo. En ons vader was daar bezig met die radio's allemaal, die samen moesten ze verzegelen geloof ik, weet ik. En dat kwam mooi, konden wij mooi over de schutting aanpakken. Daar hadden we een stuk of zes radio's en een jute zak eroverheen. Toen gingen we weer terug met de kinderwagen naar huis, hadden we nog weer radio's. Dat was ook in die tijd dat bij ons op de hoek van de haven, en die guiter in uniform, twee NSB'ers stonden helemaal met die hakenkruisen en stonden volk in vaderland te verkopen, weet je. Maar ons vader die was helemaal tegen het regime, die zat ook bij de ondergrondsen een beetje. En Ketel is aan de overkant bij ons, die was NSB'er, NSDAP'er, die hebben ze later aan het gefuseerd. En bij ons naast, deze Jespers lager was ook, maar ja, dat waren eigenlijk allemaal een beetje brood NSB'ers, want de tijd die was zo slecht. En die hadden een slagerij, en die hadden een bloemist, en die moesten toch zien voor de kinderen dat er geld binnenkwam. En als ze dan lid werden van de NSB? Dan kregen ze beperkt, Jespers ook als lid van de NSB, dan kregen ze van de academie uit de vergunning dat ze toch nog vlees mochten verkopen. Zo werd dat gedaan, op de Hoogdijk. Er waren allemaal kennissen van ons en die luisterden s'avonds altijd naar Radio Oranje. En die radio's waren allemaal weg. En wij hadden boven op zolder hadden we een luik. En dan kwamen er vier, vijf uit de buurt, die kwamen s'avonds al bij ons luisteren. En deze vader dat zendmasje opzette. En dan luisterden wij allemaal naar Radio Oranje, s'avonds. Maar er waren er ook een paar bij, die konden dat zakenmensen. En die hadden radio ingeleverd en dan ging ons vader weer. Die zorgde weer dat ze toch een radio kregen. He? En die sloot hij daar aan, want die was radiotechnisch ook heel goed. Ja. En jullie luisterden zelf ook mee? Altijd. Ja, in het begin niet, toen waren we te jong natuurlijk nog, maar even later wel. He. En dat was zelfs zo dat de zware en een beetje doodjes geworden hebben, Ketelings, die kwam bij ons ook luisteren naar de ondergronds. En je zou nooit op Van de Hoogdijk een kwaad woord gezegd hebben van de mensen, want er waren zulke mensen. He. Van al die tijd af dat dus vader en moeder gewoond hebben, zijn ze daarmee omgegaan. Toen waren het nog geen NSB'ers. Nou, toen waren ze nog de Duitse tijd. Pas later was ze gekomen. En die Ketelings, wat was dat voor een familie? Bloemisterij. Hele goede familie. Dat was echt, toen de tijd hing, die club van de Hoogdijk, dat hing helemaal aan elkaar. Dat was een heel andere tijd dan nu. Dat was echt, en die trokken toch partij van elkaar. En hij kon het goed scheiden, hij was wel van de partij, maar toch, de andere zijde had hij ook. Toen destijds, toen zei om de Toon van Hagen, zei Rien, we hebben in de Middellaan, hebben wij van Engelen, en die is van de ondergrondse. En toen begon het eigenlijk, op een gegeven moment zat ik thuis bij mijn vader en moeder en toen kwam ome Toon, hij zegt, we moeten als het duvel, hadden we zo'n oude twee fietsen met voorop een ding, dan moet twee jute zakken erop, we moeten naar Bavel toe. Want ze hebben gebeld net, er is een Lancaster neergestort. Die hebben ze neergeschoten. Dat was rond een uur of zeven s'avonds denk ik. Dus wij, en de Duitsers waren er niet bij. Dus wij kwamen daar op Bavel, ergens op een wei was dat. Wij door de greppel heen, we hadden een kist gereedschap bij ons. En wij door de greppel heen en toen kwamen het eerste uit bij twee, één was met een halve kop eraf, twee vliegers. En de, ja, maar wij, daar hebben wij de parachute van afgeknipt. En die hebben we netjes opgevouwen en op die transportfiets gelegd. Toen zijn we met tweeën zijn we die cabine binnengegaan, hebben die twee boormitrailleurs eruit gehaald. En die hebben we op die transportfiets gelegd. Het was per tijd eigenlijk. En op die transportfiets gelegd. En toen zijn we met die twee mitrailleurs en een lichtpistool. En zijn we naar de Middellaan gegaan en daar hebben we het zaak in afgeleverd. Op wiens verzoek werd dat gedaan, die actie? Van Engelen, van die man van de ondergrondse. We weten er eigenlijk weinig van, want
Wij weten wel dat we daar boven kwamen dat we die mitrailleurs afgeleverd hebben. Ja, en toen zaten ze net een paar karabijnen schoon te maken. Dat weet ik, kan ik me nog herinneren. Maar wij mochten ook verder niks weten. Daar weten we ook niet zoveel van. Zo kregen wij ook op een gegeven moment de Ruttex in de Brugstraat. Daar kwamen die Duitse officieren. En op een gegeven moment zei Toon, wij moeten naar Ruttex toe. Hij zegt, want wij krijgen een pilsje daar. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Hij zegt maar, naar de rand vertelde hij dat tegen mij. Hij zegt, die officieren die hangen daar de jas weg en de koppel uit. En daar zit die mouse aan. Dus wij gingen naar Ruttex, we gingen boven zitten. Een pilsje drinken en die Duitse officieren zaten daar te kletsen en zo. En Toon die zei, ik ga even weg. En die ging weg, maar die ging beneden naar de garderobe. En die pakte die koppel met die ding. Toen ging ik even later, pakte ik een tweede. Toen kwamen we buiten, hadden we niet zo'n grote Duitse mauser hadden we. Nou, die ging me ook weer wegbrengen. Wij konden alles doen wat dat betreft. Dat liep niet in toe. Zo kwam op een gegeven moment kwam dan de lange stallen, die ken je wel. Nou, de lange stallen, dat zijn allemaal die lage boogjes, hè, die raampjes. Hè. Daar zat een Duitse zendpost in. Dan kregen wij een gegeven moment een bericht. En Toon kwam naar mij toe met de kinderwagen bij. Hij zei, we moeten naar de lange stallen in. Rond 12 uur gaan de Duitsers van die zendpost weg, die gaan koffie drinken. En dan moeten wij gauw over dat stoepje doen, twee zenders eruit halen. Nou, wij gingen met die kinderwagen, gingen wij de lange stallen in. En wij zetten hem tegen de muur zien aan. Ja, levensgevaarlijk naar de hand als je dat denkt. En we vliegen daar uit kamers die binnen hebben, die zendapparatuur, pakken die stekker eruit en we zenden, zetten we zo in die dikke en wij met de kinderwagen weg. En die moesten we toen weg gaan brengen bij de radiozaak in de Visserstraat bij Smeets. En die moest dat weer ombouwen in orde maken voor die ondergrondse waarschijnlijk. Wij zwommen altijd in Sireen toen destijds, in het Spofforsbad. Achter het Spofforsbad, daar is het water ligt. En dan kon je er overheen en dan kwam je zo op de kazerne in die bunkers van die Duitsers. Nou, en toen hebben we daar een gegeven moment, zijn we daar de kazerne opgelopen, niemand te zien. En dan was die kantine daar van die Duitsers, lagen twee machinepistolen en die hebben we meegenomen. En over het water hebben we die weer mee weggesleept. De kwastenfabriek, Driessen. Driessen was de hoofdman van de NSB, NSDAP hier in Breda. Dus die reed hier altijd rond op zijn paard door de stad. Maar toen waren er een stuk of 14 zware NSB'ers. En die hebben hier overal die Joodse panden, hebben die slagen walvis en beklad. Dat kon je zo zien, zo helemaal wit gekalkt en een hakenkruisen erop. Tegen de markt dan, daar zat Altener, geloof ik, dat die fotograaf weten. Er staat nog iets van voor. En, hoe reageerden mensen daarop? Ja, dat was in die tijd, werd dat allemaal binnenshuis besproken, hè. Maar buiten, dat deden ze niet, hè. Echt niet. Nee. Ja, wij vonden dat natuurlijk verschrikkelijk als je dat zag, in die tijd. Ja, maar wij waren goed bekend. Ik was natuurlijk goed bekend, en Toon ook, bij ons bij de kazerne. Nou, en wij konden vanaf onze kant, achter het ijsfabriekje om, konden we bij het arsenaal komen. En daar hadden we in de bossen een tunneltje gegraven. En dan konden we zo naar het arsenaal. En dan gingen we het arsenaal binnen. En zo dat we geen Duitsers meer zagen, en haalden we twee Duitse karabijnen weg. Die stonden nog in die blokken, een heel stel. En die hadden we weg. En die hadden we een touw en die zo onder de dingen door. En die gingen we ook weer, nee, die Duitse karabijnen hebben we nog langer gehad. Ja, dan schoten we zelf af en toe was mee voor het plezier. En die hebben we naar de rand weggebracht. Toon die zei altijd wat moest gebeuren. Zo kregen wij een gegeven moment bericht. De Duitsers die lagen ingekwartierd in de kwattenfabriek. In Breda. En we kregen ook bericht dat er een wagen rond 12, 11 ingelogen, ik weet niet meer, zou arriveren met handgranaten. Nou. Dus, en toen zijn wij ook, maar daar hebben we de transportfiets meegenomen. Toen kwamen we eraan en toen hebben we op wacht gestaan totdat die Duitsers naar binnen gingen. Hebben twee en die hadden die kist aangehaald en op die klep staan. En wij als de duivel tonen een kist aangehaald en op de transportfiets en zo reden we weg. En toen zijn we die één kist aan, daar waren die Duitsers stil aangehaald nog. En die hebben we één kist aangehaald en gingen wij naar de Nieuwschap. De middel aanbrengen,
En de andere kist hielden we voor ons eigen. Want toen zijn we een avond zijn we met die kist zijn we naar het Truiskanaal gereden. En toen droog ik dat ding eraan, die gooi ik in het water. En toen kwamen zulke zakken vis kwamen we thuis s'avonds. Hadden we met die hand gehaald, te gevangen.